Goedemiddag, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Voor mij is het dus vrijdagmiddag. Ik ben echt tot nu toe volledig vergeten te filmen. Geen idee waarom. Maar het is inmiddels 2:30. Ik heb net geluncht met een oud collegaatje. Heel gezellig. En ik denk dat ik nu nog een klein beetje ga sporten voordat de kids weer thuis komen. Ja, ik denk dat ik dat eventjes ga doen. Dit weekend... Oh, ik dacht, hier zit de vlek, maar is niet. Dit weekend... Dit weekend gaat in ieder geval Sven de halve marathon lopen. Moet even kijken, want het idee was dat ik meeging samen met de kids. Nou, de kids gaan sowieso mee, maar de vraag is even of ik ook meega. Want ik twijfel een beetje, want ik slaap dan nooit al te best, zeg maar, bij mijn schoonouders. Een halve marathon van Zwolle, misschien niet gezegd, maar halve marathon van Zwolle. Maar ik slaap nooit al te best bij mijn schoonouders en ik wil natuurlijk uitgerust zijn voor de operatie komende week. Daarbij wil ik gewoon even rustig spulletjes pakken en dat soort dingen. En vooral zen zijn. Dus ik ben een beetje in twijfel. Vooral die nachtrust weerhoudt me enigszins. Ik ben een beetje in dilemma. Want ik vind het natuurlijk wel heel leuk om hem te zien rennen. Om hem aan te moedigen. En natuurlijk ook leuk, want Niels kan dan ook even mee gaan kijken. Dus dat vind ik allemaal wel heel leuk. En sowieso is het natuurlijk het laatste weekend even waarbij ik nog iets met de kids kan doen. Dus ik... Ja. Dubio. Dus ik weet nog niet. Wat ik in ieder geval wel weet is dat ik nu ga sporten. Vanavond ga ik eten met de zwangerschapsclub. Heel gezellig. En ja, morgen is dus nog eventjes een vraagteken. Ik zit vooruit te werken aan mijn site. En ik ben nu de video aan het bewerken waarin ik wat meer vertel over de rectiestase. Wat er mij staat te gebeuren. En dan wil ik jullie dus ook mee gaan nemen in dat proces. Natuurlijk ga je het ook zien in de vlogs, maar wat meer... In depth komt het in die aparte video's, omdat ik echt hoop dat ik daar mensen mee kan helpen. Want het is niet per se voor mijn hobby dat ik mijn buik en zo laat zien. Maar ja, ik denk dat ik daar mensen mee kan helpen en dan is het mij dat waard. Verder heb ik net met de mesoloog gesproken. Zij zorgt voor wat... medicatie, zeg maar nu om die zenuwen, zeg maar een beetje de pijn, die mijn zenuwen zijn overprikkeld door die pijn, zeg maar, die ik heb en door die medicijnen heb ik dan als het goed is iets meer in de pijn en ze geeft nu ook wat medicijnen, zeg maar, voor wat beter herstel zo meteen. Dus dat is heel fijn. Medicijnen klinkt een beetje zwaar, maar dat valt wel mee. Nou, ik weet niet. Misschien zit er wel een beetje zand bij. Cool, wat doet er? Ja. Ze kan dus echt hard op lachen om zichzelf. Nu stopt ze en zet ze. Hier ook is ze aan. Ja, dat is. Ja. De dokter. Hi, ik heb helemaal niet meer gefilmd, maar ik ben terug van het uit eten gaan. Ik wil niet hard praten, maar het was echt super gezellig. Ik ga nu nog wel even een theetje drinken, want daar heb ik behoefte aan, ook al is het 11:30 bijna. Maar het was super gezellig, lekker bijgekletst met iedereen. En nu make-up eraf halen, een theetje drinken en lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen. Nou, de haren zitten vandaag een beetje wild, maar wel schattig. Goedemorgen, het is zaterdag en ik ga sporten. Ik heb de spullen van de kids ingepakt. Die zit dan nog even een filmpje te kijken. Ik ga nu even de tandenborstel van Niels maken. Ik ga uiteindelijk toch niet mee. Ik heb heel lang getwijfeld. Ik had gisteren uiteindelijk, volgens mij heb ik het ook al gezegd, dacht dat ik dan toch wel meega. Alleen toen vertelde Sven dat zijn ouders en zijn broer en zo allemaal buikgriep hadden gehad. Ik ga die groep gewoon niet nemen. Dus ik ga het niet doen. Dus in tegenstelling tot wat ik gisteren zei, ga ik niet mee. En blijf ik dus hier. Ik ben ondertussen dan ook wat dingen doen. Dus ik blijf hier heel ongezellig. Maar dan komen ze morgen op tijd terug met vaderdag. En dan gaan we nog even kijken of we nog iets leuks kunnen doen. Toch, schat? Dat is een ja. Ik ben terug van sporten en ik heb meteen even wat boodschappen gedaan voor vanavond. Ik ga vanavond eten bloemkoolpizza. Kan je ook zelf maken, je kan het niet doen.
ben heel benieuwd, ik heb deze nog nooit gehad. Groene thee met citroen. Tortilla chips. Olijfjes voor op de pizza. Tomaatsaus voor op de pizza. En ik doe er nog paprika en ui en zo op. Maar dat heb ik allemaal nog hier. Graskaas. Beemsterkaas staat altijd op van nature lactosevrij. Dus daar hou ik mij angstvallig aan vast. Amandeljoghurt. Ongezoet. Olijfolie. Om te bakken. Heel schots, klein flesje wijn. Provenzaalse kruiden, want volgens mij zijn dat allemaal van die dingen die dan op een gegeven moment een beetje op zijn en die ik dan altijd vergeet. Rozemarijn. Salsa dippy voor in de zippies. En oregano. Oregano. En voor in de yoghurt granaatappelpitjes voor morgenochtend. Dus dat. Ga ik zo eventjes opruimen. En het is hier één grote rotzooi, want ze zijn natuurlijk vrij haastig vertrokken. Ik doe het even zo. Het is nu bijna 11 uur. Ik ga zo dit even in de koelkast doen. Dan ga ik eventjes, zal ik eerst douchen of eerst opruimen? Eerst even douchen. Mijn haren wassen, dat is de ongein. En dan ga ik even opruimen, opmaken, dat soort dingen. En ik denk dat ik zo nog even met mijn mama naar de stad ga. Want ja, ik heb dus ineens onvastdoek deze dag. En ik heb echt nog steeds een super dubbel gevoel erover. Ik zit ook nog steeds over na te denken, zal ik anders gewoon vanavond even op en neer gaan met de trein. Maar ja, het is natuurlijk wel, het is wel eventjes een mij om 7. Maar goed, ja, weet je, ik vind het ook wel heel leuk om hem aan te moedigen. Ik weet het niet, dat voor later zorg. Maar in ieder geval ga ik denk ik straks wel eventjes allemaal de stad in. Want ja... Over een week om deze tijd heb ik bedrust. Dus ja, laat maar doen. Hè? Ik ben echt zo sloom. Ik weet niet wat ik heb. Maar goed, anyhow. Ik heb even mijn haren een beetje gedaan. Kijk, ik heb een slagje erin gemaakt. Ik heb dit topje aan. Dat is al heel oud. Groen. Een groen horloge erbij van Kluze. With your love. En dan dit topje, spijkerbroek. Ik twijfel alleen een beetje over schoenen, maar ik denk dat ik zwarte boots aan doe. Ik heb nieuwe boots, maar ja, ik weet niet of dat nou het beste plan is om die nu in te lopen als ik naar de stad ga. Misschien dat ik even mijn oude boots aandoe. Het kan wel een beetje gaan regenen en zo. En dan ga ik lekker even met mama naar de stad. Zin in. Oh, 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 oh. Ja, goed. Ik moet wel eens een keer drukken. Dus ga ik even met mama naar de stad. Maar niet zo lang. Gewoon eventjes. En ze zei, je mag even wat tijdschriften uitzoeken voor, als je volgende week niks mag. Dus dat is heel lief. Ik kon ook een boek uitzoeken, maar ik krijg toevallig van een collega die zeven zussen. Dat is mijn Amsterdamse roots. Dat is af en toe lastig. Zeven zussen serie. En dat schijnt heel leuk te zijn. Maar dat schijnt echt vijf enorme... In mijn hoofd waren het zeven boeken. Maar dat is, het gaat over zeven zussen. Vijf boeken heb ik begrepen. Het schijnt heel leuk te zijn. Maar daar ben je wel even mee bezig. Dus ik zei, nog een boek lijkt me dan een beetje overdreven. Want ik heb ook nog gewoon mijn e-reader. Dus dan lekker tijdschriften, want dat vind ik ook wel lekker om, om gewoon daarin te bladeren. Dus dat mag ik uitzoeken. Zo, heel. En dat vind ik leuk. Dus dat ga ik doen. Ja, ik kan ook bruine schoenen aan doen, dat is een beetje gekke. Nee, ik doe gewoon een boots aan. Of mijn cowboys. Nee. Ik doe gewoon boots. Oep. En verder gaan we gewoon even gezellig een beetje rondschuifelen. Als het goed is blijft het droog. En Sven belde net. Of je bent mijn lifesaver, of ik heb een klein probleem. Toen dacht ik, oké. Is hij dus zijn startnummer vergeten. Die ligt dus hier. Ik zei, wat ben ik dan je lifesaver? Ik dacht, misschien wilde dat ik hem kon brengen of zo. Of... verstond ik het verkeerd en was zeg maar zijn lifesaver dat hij niet hoeft te lopen. Nee, het was dus, hij dacht dat ik zijn lifesaver was geweest als ik hem voor hem in zijn tas had gedaan. Which I didn't. Normaal
zou ik dat zo kunnen doen. Maar nu had hem, hij lag daar ergens op een stapeltje, dus ik had het sowieso niet door, anders had ik het nog wel geroepen uiteraard. Maar nu was het ook zo, ja, in mijn hoofd zou ik meegaan en zouden we gewoon rustig na mijn sporten en zo gaan. Maar goed, nu was het ineens natuurlijk allemaal anders. Ik heb alleen maar gericht op de tassen van de kids. Ja, ik zit nu wel te bedenken dat ik maar één pyjamaatje voor één heb meegegeven. Dus ik hoop maar dat ze niet een ongeluk heeft s'nachts. Maar goed, doe je niks meer aan nu? Nee, dus hij ging nu met de organisatie bellen. Dus ik ben heel benieuwd of dat überhaupt dan nog goed gaat komen. Ik heb ook nog niet opgeruimd, het is hier een zwijnenstal. Maar we gaan gewoon eventjes, dus ik dacht dan doe ik dat lekker daarna. Trek gewoon even mijn jumpboek aan. De boodschappen worden pas morgen bezorgd, dus ik hoef daarna helemaal niks meer. Ga ik lekker aan de site werken, zodat dat allemaal af is. En dan bewerk ik morgen einde van de dag nog deze vlog. En dan zit ik even goed. Ik heb een lekker broodje, mama een koekje. Ik heb mooie bloemetjes gekocht. Wat is het? Ik heb eucalyptustakken en gipskruid, roze gipskruid gekocht. Dus ik ga zo de vaasjes doen. En verder even opruimen. We zijn gewoon heel kort even lekker in de stad geweest. Deze boshouten was wel goed die ik van Sven heb gekregen. Nou, dit is toch gezellig? Ja, vind jij dat ook? Ja. Ik word er wel blij van. Ik word er wel blij van. Ik ben begonnen aan weer een nieuwe serie. Het was eigenlijk meer per ongeluk dat ik daarop klikte. En dat ik dacht, nou ik ga zo'n aflevering hier kijken. Maar het is een aflevering volgens mij van 20 minuten of zo. Dus dan heb ik volgens mij nu 3 achter elkaar gekeken. Hups. Het is 6:15. Het huis is redelijk opgeruimd. En ik ga nu de slaapkamerramen wassen. Dat je denkt, waarom? Ik weet het niet, maar ik heb ineens de geest. Nou, die geest heb zeg maar voor raam wassen ongeveer nooit. Je zou bijna denken dat ik zwanger ben, wat niet zo is. Maar ik heb het nou ook 2 keer eerder gehad, deze neiging. En dat was allebei dat ik hoog zwanger was. De ene keer van Niels en de andere keer van Elin. En verder heb ik echt nooit de neiging tot raam wassen. Ik ga ook niet onze woonkamer doen, dat is echt allemaal veel te ingewikkeld. Maar de slaapkamerramen zijn echt al, sinds ik ben bevallen van Elin in ieder geval niet gedaan. Maar ik denk zelfs nog langer geleden. Dus dat ga ik gewoon doen. Weet je, 6:15, who cares? Ik vind het gewoon een heel goed idee van mezelf. Ik bedoel, als ik nu die geest heb, ja, waarom niet? Ik denk dat menig mensen mij nu voor gek verklaart. Ik mezelf ook. Maar ja, ik voel hem dus. Ik ga het nu gewoon doen. Want ja, dit komt nooit voor. Dus ja, pak je kans, weet je. Dat is heel mooi. Ik had in mijn hoofd dat ik nog een ding had. Maar het is iets heel anders. Nou, ik ga dat even doen. Dus... ik zit ondertussen te zoeken naar spullen die ik ervoor nodig heb. Zo, dat is gedaan. Nu ga ik eten maken. Nou, dat viel echt reuze mee trouwens. Dat is altijd zoiets, dan zit je maanden te irriteren omdat je niks door je ramen ziet. En dan echt, lang weer bezig geweest. Maar ik heb dus ook even vensterbanken en dat soort dingen allemaal gedaan. Even de plantjes water gegeven. Nou goed, dat zijn reuze dingen. Maar ja, ik ben denk ik... half uur, 3 kwartier bezig geweest. En dat is voor zeg maar de raamoppervlakte denk ik. Nou, dat is echt top. Goed, ik ga nu even kijken hoe ik dit ding moet maken. Deze korst. Wat zit er nu in? Met tomaat, paprika, Italiaanse kruiden, ui en olijven. En dan doe ik er straks nog een beetje parmigiano overheen. En ik hou dus echt van de meest simpele pizza, mocht je denken. Dus bijvoorbeeld Sven houdt heel erg van, weet ik veel, quattro stagioni en tonno en ik weet het allemaal niet. Maar voor mij, de basis is top. Dus ik ga eten. Het is inmiddels al 11:00 en ik heb met Sven even gesproken. Hij heeft... super goed gelopen, ongetraind. Hij loopt wel regelmatig hard, maar tegenwoordig niet meer verder dan 5 kilometer, zeg maar. En dit is toch 20 kilometer. Maar hij heeft het in 1:42,5 gelopen. Dus dat is echt gewoon snel, want volgens mij liep hij getraind, liep hij in iets van 1:29 of 1:36. Ik ben er niet vast.
Maar hij zei dat het heel goed ging. En het was wel grappig, want je kon het dus op tv kijken. Dus ik heb alleen maar zo zitten kijken van zie ik hem lopen of zie ik Niels staan. Nou, Niels vond het allemaal heel indrukwekkend. Die heeft gewoon één rondje gekeken, zeg maar. Maar die vond het wel heel leuk. En ik zag het aan het einde, zag ik ze aan lopen. Dus dat was wel leuk. Ook als je mijn batterij leeg is. Ik ga nog even Love Island kijken. En dan ga ik lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is zondag, vaderdag. En ik ben even intens aan het genieten van mijn prachtig schone, heldere ramen. Het enige is dat er horen voor zitten. Ja, ik heb die horen uiteraard niet schoongemaakt. Dus dat verpest het een beetje, maar toch. Het voelt dat er 600 keer meer licht binnenkomt. Ik heb oké geslapen. Zo, hij is nu een video aan het exporteren. En dat is de video over de operatie. Dus mocht je dat willen zien, dat is een extra video en die komt dan op de woensdag online. Ik weet niet welke woensdag. Er komen er een aantal, want ik ga jullie meenemen. Ik neem je natuurlijk ook mee in mijn vlogs. Maar wat meer in-depth, zeg maar. En met echt beelden van mijn buik en zo. Speciaal voor die video's. Het is echt... Ja, ik vind het heftig om te delen, maar aan de andere kant denk ik, ja, ik vind het zelf dat er zo weinig over te vinden is, dat ik het vind dat ik dan maar uit balans moet breken en het maar moet doen. Maar, dat is mijn most glorious ding. Ik irriteer me trouwens ook maatloos aan mijn wenkbrauwen, maar ze worden dinsdag geverfd en geëpileerd. Mijn wimpers ook. Want ik dacht, ik spaar dat even tot de operatione. Dus, goed. Ik ga het foute uur aanzetten en ik ga eventjes beginnen aan... wat dingen klaarleggen voor het ziekenhuis. Ik ben inmiddels aangekleed en opgemaakt. Ik heb weer mijn zwarte trui aan met die rok. Ze zitten in de auto. Dus ze zijn op tijd terug. Het is nu 10:30. Huis is aan kant. Ik heb nu één video heb ik geëxporteerd. Maar ik denk dat ik nu... meteen maar doorgaan met deze vlog. En dan maak ik hem straks nog af. Dan ben ik gewoon mooi bij, om het zo maar te zeggen. Ja, dag, hè? Nou, ga het maar papa geven. Papa, nog een beetje. Ja, dat doen we zo meteen. Laat Elin maar liever, die doet niks. Dat heb ik niet gemaakt voor jou. Echt waar? Ja, echt. Wat is dat? Ah, is het een parkeerschijf? Ja, dat ben ik. Ah. Kijk, dat is handig. Ja, die kan je in de auto leggen, Niels, als je dan moet parkeren. Dan weet ik hoe lang vanaf wanneer ik er sta. Dat heb je het mooi. Dankjewel. Die heeft Elin gemaakt. Dankjewel. Ik heb deze gemaakt. Ik zal even kijken, mijn schijf. Dit is een monsterpijlen. Iemand. Heel goed nieuws. Nou, nu moet ik het gemaakt opeten. Ja. Lekker snoepen ben ik liever. Wat heeft Elin gemaakt? Heb jij een mooi potje versierd? Wat zit erin? Ja, nou ja zeg. Ja, ben jij die voor papa gemaakt? Ja. Wat gaan we dan straks eten? We gaan even lunchen. Ben je een beetje verkouden, jochie? Eden ook, hè? Eden ook. We gaan een beetje door. Ja, we gaan even zo drinken en wat eten.
Ga er maar naast zitten anders niet. Dus. Wil je staan? Ja, die vrouw die hielp me op een plakband. Ze dus heeft een hele rol op gebruikt. Oh, die is mooi. Ja. Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Dat heb ik voor jou gemaakt. Dat is een goed ideetje, ja. Want het gaat over Ibiza. We weten waar we allemaal naartoe kunnen. Kijk dan. Het is de bolloperen. Kun je ons door met ons leven? Wij jullie alle tellen. Knap, knap. Oh, oké. Okay. Nou, er liggen wel heel veel boekjes naast dan, hè? Ja. Ja. Ja, goed zo. Ik zie ook de koe. Ik sluit hem uit, echt volledig uit de ritme. Maar goed, dat hoort erbij in het leven. Dus die wilde net niet slapen, wel heel moe. Dus ik ben nu maar even met haar naar buiten geweest. En dan ga ik er zo weer proberen op bed te leggen. En nu is het inmiddels eigenlijk haar normale tijd. Maar ik denk dat ik nog een klein flesje geef, want ze hebben dus vanmorgen geen fles hadden gegeven. Omdat ze dat vannacht had gehad. Dus ik ben even bij Kruidvat geweest. Even uitpakken en dan ga ik haar naar bed brengen. Oh, Sven komt binnen. Dit is echt mega lekker weer ineens. En het is 3:50. Ik zit te wachten tot Eden wakker wordt. Want dan kan ik ook naar buiten. Niet dat ik mezelf niet nuttig maak. Ik heb alle tassen uitgepakt. Ja, die van Sven na, mag die zelf doen. Maar alle tassen uitgepakt van de kids. Het was alweer een chaos. Dus heb ik ook even opgeruimd. Die bak dus gedaan. Nu zit ik weer aan de site. Zeg maar deze vlog te bewerken. En Niels is met allemaal vriendjes in de speeltuin. Dus dat was heel gezellig. Ik zag al limonade en wortels en ik weet het al niet. Dus die hebben het naar hun zin. En dan ga ik ze denk ik zo, als Eden wakker wordt, ga ik ze even oppikken. En dan gaan we even ergens een drankje doen. Ter ere van papadag. Vaderdag, sorry. Vaderdag. Als je denkt, wat heeft ze een rood hoofd? Ik ben nog een beetje aan het nagloeien. Ik had namelijk voor Elin wat dingen van Little People gezien op Marktplaats. We hebben dat in die boerderij zo van Niels ook ooit op Marktplaats gekocht. En andere dingen voor collega's gekregen. Ja, weet je, het is heel makkelijk schoon te maken. Dus waarom zou je het niet een tweede kans geven? Het is veel beter voor het milieu, denk ik dan maar. En beter voor de portemonnee. Dus, we hebben echt naar... Dus ik had gezegd van ik kan het vandaag weer opkomen halen, maar ik kreeg vrij laat een reactie en die zag ik daarna nog weer later. Dus toen dacht ik ineens vandaag, dan moet ik nu wel heel erg gaan opschieten. Dus toen ben ik echt als een razende Rita ben ik op de fiets gesprongen naar de andere kant van de stad. Maar goed, dat ging allemaal heel voorspoedig en toen kwam ik daar aan, toen ben ik dat ding niet te doen, dus het geluid niet. Dus toen, super lief mensen, dus die man ging nog een batterij verwisselen, maar die had het vol schoongemaakt met een nat doekje, waardoor... Dat ook niet deed, dus die vrouw is het ook, volgens mij heeft ze zeg maar haast. Ik stond er helemaal bezweet, want ik dacht, ik moet gewoon die kids zo in bed leggen. Dus die man die ging het vervolgens weer droog blazen, werkte ook niet. Toen ging hij dan droog maken met een doekje. Nou, uiteindelijk werkte het toen wel met nieuwe batterij erin. Dus was echt heel lief, maar het kostte allemaal vrij veel tijd. Toen ben ik als een razendrieter teruggefietst, maar het was iets groter dan ik had ingecalculeerd. Dus... ik mocht ook nog een tas van, want ik had twee tassen bij hem, maar paste niet. Zeg maar, het was zo'n soort kasteel, maar ik zal het nog een keer laten zien. Maar goed, ik moet het nog even schoonmaken. En dan krijgt Elin dat voor de verjaardag, want we hebben Niels echt heel veel plezier gehad van die Little People. En zij speelt daar nu ook graag mee, vooral met dingen met deurtjes. Maar goed, ik denk dat er zit ook een bus bij. Ik denk dat ze dat ook heel leuk gaat vinden om mee te rijden. Dus Niels wil er ook meteen mee spelen. Ik zei, dat gaan we dus niet doen. Maar goed, ik zei, Elin krijgt pas met haar verjaardag. Maar goed, het was een beetje chaos zo in de spits. Maar ik dacht ook, dit is het laatste moment dat het kan. Dus ik doe het gewoon, boeien. En uiteindelijk, was iets meer dan een half uurtje de deur uit. Dat komt natuurlijk niet heel dramatisch.
En toen nog gegeten. En Elin had toen al gegeten. Had ik al daarvoor eten gegeven. Die heeft nog een beetje met ons meegehad. En die ligt nu in bed. En de mannen zijn nog even aan het stoeien. Ik heb Niels zijn bed opgemaakt. En nu ga ik even zijn yoghurt maken. En dan gaan we een boekje voorlezen. En dan gaat hij ook naar bed. Maar heel moe. En het is nu 7:30.